Het Iglis heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met 5 onafhankelijke makelaars en taxateurs om te komen tot herziening van de klapper van 2011. Deze is een document waarvan er gebruik wordt gemaakt bij de bepaling van de taxatiewaarden van percelen. De klapper heeft geen wettelijke grondslag, maar dient als referentiekader om te voorkomen dat taxateurs bij het taxeren de percelen onderwaarderen. Volgens commissielid, tevens makelaar en taxateur Farik Nasir is de huidige klapper allang achterhaald. Hij legt uit hoe het komt. Er is een klapper door in de tijd, door het Iglis, toenmalige hypotheekkantoor, was een klapper in het leven geroepen. Die was samengesteld door toen een paar notarissen. En die hadden makelaars en taxateurs geraadpleegd. Daar waren ze tot een klapper gekomen voor, toen waren noemde men het de minimale waarden, ja, voor de overdracht van onroerend goed. Juist. Okay. En tegenwoordig is die klapper, en daarna heb je weer 2 andere klappers gehad. Mm-hmm. En ik dacht eentje in 2011, er was een concept in 2008 die nooit in werking, ja, is getreden. Klopt. Dat je in 2011 een klapper waarvan eigenlijk niet veel taxateurs bij betrokken waren. Ja. En, dat is een, en nu heb je dan dat we, sorry hoor, 1 keer is die klapper na 2005. Ja. Is die 1 keer, dat is die van 2011. En nu pas zijn we na 10 jaar weer bezig, omdat die klapper al achterhaald is. Omaira Bouters, een makelaar en taxateur, tevens commissielid, geeft aan dat de commissie als hoofddoel heeft om de klapper te reviseren of te herzien. Het doel is dat de prijzen die nu worden gehanteerd worden aangepast, meent Bouterse. Zijn de prijzen correct? Meneer Nasir gaf het net al aan. Sommige prijzen die zijn gewoon simpelweg veel te hoog. En op het moment dat er een verkoop wordt gesloten, is dat niet eens de waarde die men, dus de transactiewaarde, is dat niet eens de waarde waarvoor het perceel gekocht wordt. Okay. En dan kan je moeilijk de belasting gaan heffen of de kosten heffen over een prijs die eigenlijk niet betaald is voor iets. Okay. In sommige gevallen is het gewoon veel te laag inderdaad en loopt het land dus eigenlijk inkomsten mis. Dus dat is waar wij naar moeten gaan kijken als commissie. En dat geldt eigenlijk voor heel Suriname, voor alle districten. Dus niet alleen voor Paramaribo moeten wij dat gaan onderzoeken. Natuurlijk is het ook belangrijk de inbreng van de sector zelf. Okay. De makelaars, taxateurs die dus ook hun informatie door kunnen spelen. Op het moment dat wij dus de waarden hebben geëvalueerd, doen wij een voorstel richting het Iglis. En uiteindelijk is het aan het Iglis om dus die goedkeuring al dan niet te geven aan dus die gereviseerde klapper. Omaira Bouterse, lid van de commissie herziening klapperwaarden. De overige commissieleden zijn Sergio Eliaser, Michael Latour en Arthur Krommi. De herziene klapper moet in december 2021 een feit zijn.